Yo, het is weekend en dat betekent dat het tijd is voor Goeie Vraag. Wat is Goeie Vraag, vraag je af? Dat is een soort van format waarin wij vragen van jou beantwoorden. Wie zijn wij? Gamersnet. Wie is dit? Dat is Tom van Gamersnet. Anywho, dat allemaal terzijde. We hebben deze week natuurlijk weer een nieuwe vraag om te beantwoorden. Maar allereerst iedereen bedankt voor alle leuke reacties op de Goeie Vraag van vorige week. Die ging namelijk over onze favoriete gamesnacks. Dus wat wil je het liefst in je mond stouwen tijdens het gamen. En de vraag van deze week, die borduurt daar ook een klein beetje op voort. Hij kwam namelijk binnen van Jaslan. Thanks Jaslan voor je fantastische vraag. De vraag was namelijk heel simpel. Hoe game jij het liefst? Is het liggend, staand, zittend, op een bank, in een bed, in een bad? Het maakt niet uit. Wij gaan de vraag beantwoorden. Hoe game jij het liefst? Goeie vrek. Ik kan niet anders zeggen. Hoe game je het liefst? Op welk standje? En, nou, weet je, oorspronkelijk ben ik een bankzittende gamer. Dat is ook de reden waarom ik heel erg van consoles hield altijd. Nintendo 64, GameCube, Xbox, 360. Maar ja, omdat ik PC ben gaan streamen, ben ik overgestapt naar de PC. Ik moet wel zeggen, dat is echt het grootste nadeel van PC gaming. Je bent dan op een bureaustoel aan het gamen, wat in principe wel oké is. Zeker als je deze hebt, want ik heb nou een hele vette bureaustoel, namelijk deze. Hoe vet is deze? Maar, het is toch, ja, je bent toch heel actief. Het heeft ook een voordeel, want als ik op de bank game, dan ben ik heel snel te slapen rond de game, omdat je dan zo lekker ligt. Maar ik vind het actieve gamen op een PC, ik weet niet, het heeft ook wel nadelen. Je moet er echt heel erg voor gaan zitten, je ontspant wel echt minder van. Ik heb wel het idee dat je meer in de game zit op een PC, want je zit echt in het scherm als het ware, super dichtbij. Alleen ja, oorspronkelijk ja, game ik eigenlijk het liefst zittend op de bank. Het komt alleen bijna nooit meer voor, omdat ik altijd alles op PC speel. Eigenlijk is dat antwoord heel simpel. Ik zie Peter al zwaaien met de piel. Nee, ik hou er wel van om liggend of zittend te gamen. Thuis heb ik zo'n chill tweepersoonsbed. Daar jump ik dan in. Ga ik lekker relaxed liggen. Grote tv voor me. Spelen maar. Maar soms word je liggen zat en dan ga je erbij zitten. Dat vind ik ook best. Alleen waar ik een grafhekel aan heb, dat is niet helemaal de vraag, maar waar ik een grafhekel aan heb, is staand gamen. En dat is meestal op evenementen zo. Bij de tuk-tuk staat tenminste op goede hoogte, heb je tenminste zo'n tafeltje. Maar bij Gamescom had je bij Square Enix superveel rijen aan games die je moest spelen. Moest je staand een half uur lang met allemaal spots op je, moest je zo'n game staan spelen. Nou, zweten als een otte, dat wil je niet. Dus voor mij, doe mij maar gewoon lekker liggen. Gewoon lekker lè. Vind ik wel mooi. Ja, goede vraag, Jaslan. Ik ben meestal eigenlijk niet zo'n heel groot fan van de vragen die echt heel direct voortborduren op de vraag van de week daarvoor. Maar ik vond deze wel charmant. Deze was wel echt heel gaaf, want hoe gamen we eigenlijk? Of hoe game ik het liefst? In mijn geval is daar een beetje een shift in geweest in de afgelopen paar jaren. En ik denk dat een heleboel mensen die mijn streams kijken dat ook wel weten. Omdat voordat ik mijn huidige PC kocht, had ik heel lang niet echt een fatsoenlijke game-PC. En kwam het vooral aan op de Xbox 360 en de Xbox One. En dat betekende dat ik heel vaak gewoon lekker op de bank ging zitten, beamer voor me, en that's it. Gewoon lekker vanaf de bank, gamen, liggen, zitten, maakte me niet zozeer uit. Weet je wel, sexy, draw me like one of your French girls, posen, allemaal prima. Maar toen kwam uiteindelijk toch zo 2 jaar terug, kwam die game-PC er toch weer binnen. En toen realiseerde ik me hoe relaxed het was om een bureau te hebben. Gewoon om aan een bureau te zitten. Ik weet, het is een iets minder relaxte houding, omdat het ook de houding is waar je in werkt. En sowieso, je moet een beetje rechtop zitten. En dat kan uiteindelijk wel aan je rug een beetje pijn gaan doen en zo. Maar goed, nee, ik weet niet. Ik vind een bureau gewoon heel erg fijn. Omdat je kunt, weet je, je hebt een muis, toetsenbordje, controle. Je kunt alles binnen handbereik neerleggen. Niet, weet je, al een salontafel die 2 meter verder staat of zo. En het heeft iets... I don't know, je switcht wat makkelijker, weet je. Je kunt van de game heel makkelijk, weet je, alt-tab of schermpje wisselen en je zit weer in je gaming flow of in je werkflow. Dat gaat zo simpel op een bureaublad en dat, ik weet niet, dat heeft het bankzitten niet meer voor mij. Ik vind bankzitten nog steeds heerlijk voor sommige games. Co-op met mijn vriendin, sure, bank. Netflix, bank. Filmpje kijken, bank. Walking Dead, bank. Maar nee, met gamen is het laatste tijd toch iets minder bank geworden en vooral als ik in mijn eentje game of... Competitive multiplayer, bureau is the way to go. Mooie rijm trouwens. Dus ja, bank en bureau, maar dan wisselen. Oh man, de beste plek om te gamen. Iedereen weet dat ik de ultieme plek heb om te gamen.
Als je mijn streams bekijkt, dan weet je dat ik een awesome bruine leren fauteuil heb. Ik heb die stoel ooit, denk ik echt meer dan 10 jaar geleden, zo voor 50 euro op de kop getikt. Mijn vader kwam een keer met, hey, ze hebben daar en daar hebben ze een vet relaxe stoel. Dus ik erheen, blablabla, 50 euro, hoppakee. Het is echt de ultieme droom om te gamen. Het is gewoon heerlijke fauteuil met een voetenbankje die je zo uit kan schuiven. Ik kan zo met mijn benen liggen. En ik kan gewoon half liggen. Die stoel kan zelfs helemaal naar achter. Dus het is echt perfect gewoon. Ik draai mijn tv. Ik kan gewoon zo lekker zo gamen. Zo. Ik heb plek om drinken en eten neer te zetten overal. Dus het is echt, ja, het is gewoon de ultieme plek. Ik moet alleen een ultieme kamer creëren om nog ultiemer te gamen. Dat is het enige. Maar eigenlijk is mijn bruine fauteuil echt de shit. Dat weet iedereen. Hoe game ik het liefst? Ja, dat hangt eigenlijk af van de game die ik speel. Soms zit ik League of Legends achter mijn pc te spelen en dan mijn tafel is redelijk laag. Dus dan zit ik echt een beetje als een quasi-mode zit ik zo met een bochel zit ik zo te spelen. Vet in mijn scherm. Dat is trouwens wel een dingetje voor mij, want wat ik ook speel, ik speel altijd heel licht op het scherm. Meestal als ik achter de PlayStation zit, dan ligt het weer aan wat voor game ik speel. Laatst was ik Horizon Zero Dawn aan het spelen. En die heb ik toch wel redelijk zo liggend, weet je al, onderuit gezakt, zo beentjes op mijn andere bank. Zie je het nog? Ja? Kun je het nog zien? Zat ik zeg maar zo te gamen. Dat vind ik dan toch wel prettig. Maar als ik bijvoorbeeld een Call of Duty zombie mode aan het doen ben, dan zit ik echt, ik heb een hele, redelijk grote tv, dan zit ik er echt op met, om te kijken of ik niet dood ga en alles in de gaten te houden. En eigenlijk doe ik daarnaast ook nog op mijn telefoon gamen en doe ik dan meestal in bed. Dan lig ik gewoon lekker, telefoontje erboven als een soort zoeklamp, zeg maar, dat je de rest van de avond gegarandeerd niet meer kan slapen omdat het scherm zo helder in je gezicht schijnt. Je laat hem nog een paar keer flikkeren op je gezicht, weet je wel, om zeker te weten dat je wakker blijft. En ja, dat is het eigenlijk. Zo game ik het liefst. Ja, daar heb je het dan, de manieren waarop wij het liefst gamen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar hoe jij het liefst gamet. Is het op de grond, in een hangmat, in een fucking bondagetuigje? Het maakt ons allemaal niet uit, maar vertel ons hoe je gamet. We zijn er benieuwd naar. En natuurlijk, voor volgende week zoeken we weer een nieuwe goede vraag om te behandelen. Dus stel een leuke persoonlijke vraag over games. Weet je, je favoriete dit, je favoriete dat. Wat had niet gemogen, wat had wel gemogen. Word creatief en wie weet beantwoorden wij dan jouw vraag volgende week in een nieuwe goede vraag. Without further ado, ik hoop jullie weer snel te zien. Bedankt voor alle leuke reacties alvast. En ja, uiteraard gamersnet.nl. Je mag altijd langskomen. We hebben livestreams, Twitch, Facebook, YouTube. Het is allemaal heel veel, ik weet het. Het zal latte teken in. Maar goed, dat is allemaal in good effort. We proberen ons best te doen. En we waarderen jullie feedback. Dus jee, tot snel, gamersnet.nl. De ballen, ik was Tom. Tot volgende week in een nieuwe goede vraag. Of eerder. Maakt mij het uit. Serieus, doe je ding.